In het eerste lockdownweekend van dit jaar zijn er 108 lockdownovertreders overgebracht naar de politieacademie. Dit vernemen wij van hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van het COVID-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname. 7 van de overtreders waren vrouwen. Ook zijn in de nacht van zaterdag op zondag 2 militairen die zonder noodzaak op straat waren overgebracht naar de politieacademie. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie ook 3 nachtclubs aangedaan. In totaal heeft de politie in het afgelopen weekend 51 boetes opgemaakt en verstrekt aan lockdown-overtreders.